heb voor deze school gekozen omdat ik het gewoon een leuke school vond. En iedereen is eigenlijk wel een beetje bevriend met elkaar, de hele klas. En iedereen is eigenlijk vrolijk en gaat altijd leuk naar school. Een dag op de diek begint om 9 uur. En de dinsdag, woensdag en donderdag hebben wij ons beloningssysteem. En dat is een systeem dat als je goede cijfers hebt gehaald, dan hoef je pas om 9:30 te beginnen in plaats van om 9 uur. We hebben hier op school een aantal stromingen. Een sportklas of een theaterklas of ITTL. Ik kies dan voor theater omdat ik het heel erg leuk vind. En je leert er ook van om voor een grote groep te presenteren, wat ik vroeger best wel lastig vond. Ik vind zelf niet dat het echt als les voelt. Natuurlijk is het wel een les op school, maar voor mij voelt het gewoon een leuk anderhalf uurtje om lekker met je vrienden eventjes toneel te spelen. En ja, je leert gewoon veel over theater. Elke vrijdag dan gaan we inloggen bij CUP en dan zie je daar allemaal lessen en dan kan je gewoon zelf kiezen wat je wil doen. Zoals ik heb de druk met wiskunde. Dus dan kies je dat en dan kan je daar gewoon de hele les mee bezig zijn. Nou, verder hebben we uitgebreide begeleiding. Hè, want die keuzes maak je niet zomaar helemaal zelf. Dus de mentorlessen van dinsdag, woensdag en donderdag zijn echt gericht op coaching. En dan helpen we je bij de keuzes die je maakt. Ik vind het belangrijker dat kinderen gewoon veel meer sporten en veel meer bewegen. En ik denk dat wij op de diek, als je ook nog voor sportklas kiest, dat wij een heel mooi ruim aanbod van sport hebben. Ik voel me hier fijn. Ik kan mezelf zijn. Ja, je kan wel doen wat je wil hier eigenlijk. Dat die ruimte er is, dat maakt de diek wel een hele bijzondere school. Want als je kinderen gelijke kansen wil bieden, dan moet je ze ongelijk onderwijs geven.